Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer eventjes met elkaar. Ik heb mijn eten klaar, het staat voor mijn neus. En het ziet er lekker uit. Wat is het allemaal? Nou, om te beginnen, twee schiepels gebakken en een rookworst. Ja, goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een goed nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Ik ben de kluts kwijt door gisteren, vrijdag. Ja, het is de 10e en de 10e van de 5e 2024, nog steeds, ja, dat zal toch nog even blijven. Het is 18 minuten over 2, dus ik ben weer aardig vroeger dan gisteren en eergisteren. Was al eerst weer ziek, ook Rijka heeft er weer over gegeven, maar ik ook weer een hoofdpijn weer, hè, rugpijn weer. Maar mijn hoofdpijn is nou weer over en ik hoop dat het niet weer opkomt, want de buurman hiernaast, samen met zijn papa, is bezig aan mijn kant, in de tuin dus, met de schutting om palen te vernieuwen, omdat hij anders de aankomende winter het niet zal overleven. Nee, en ja, dat hoeft ook weer niet. Dus ja. Dus die heeft nou toegang tot mijn tuin. Simpel, ja, je moet toch wat dat gaat meewerken, ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ik ga... Eien! Kijk eens een keer. Ik ga zo weer even met de meisjes uit. Kandel of die zou me verdorie door, tussen mijn benen door naar buiten vliegen. Vanwege de herrie. Die hoorde de herrie, daar werd hij bang van en dan wist niet welke kant hij op moest. Maar die ik maar bij zijn staart gepakt, anders kon ik hem niet pakken. Ik zie, jij blijft hier. Ik heb hem toen op een gegeven moment dat ik hem aangetrokken had aan zijn staart. Ik weet het, het doet zeer, het mag niet, maar ik moest wel. Want ik wil hem niet over die schutting heen hebben. In paniek zou hij zo over die schutting heen springen. En dan, ja, ik wil mijn poesje een beetje langer bij me houden. En niet door een kattenmoordenaar vermoord laten worden. Nee. Dus die heb ik lekker eten gegeven. Die is al aan het smikkelen en het smullen. Rechts is toch geld, ja, rechts is geld vangen, ja, nou ja, ik krijg binnenkort weer geld, ja, en vakantiegeld, dus ja, kom maar op, hoeveel zal ik krijgen? Nou ja, net zoveel als altijd, denk ik. Ja, dus ik denk andere week of zo, het is nou de 10e, ja, rondom de 20e, dus over 10 dagen, zoiets, ja. Misschien eerder, ik weet het niet, ligt eraan of het in het weekend valt, ja, of de nee. Maar in ieder geval, ik ga lekker even met de meisjes uit. Het is prachtig mooi weer. Het is 14, 15 graden, dus ja, ik doe mijn dunnere jas aan. Wel een sjaaltje om vanwege dit hier. En de rits, ja, dat doet onzeer daar. Dus dat wil je ook niet. Het is mijn dunnere jas die ik vorig jaar toen gekocht heb. Die zwarte, die water- en winddicht moet zijn, maar wat het niet is. Dus ja, hoe dan? En bij de poort is het 21 graden. Ja, ja, lekker dus. Maar dat is bij de poort, bij de schuttingdeur. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet gewoon met ons weer een beetje mee. Tot later. Allemaal jonkies. Daar komen de volwassenen aan. Mama en papa. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jonkies betel ik. En ze groeien als kool. Maar ja, ook mama zit nog op haar nest. Thank you.
als je mannetje. Goed zo, ze gaan al weg. Oh, daar is het mannetje. Maar ja, dat wou ik weer eventjes jullie laten zien. Zo, lieve vrienden, ja, dan zijn we weer eventjes met elkaar. Ik heb mijn eten klaar, het staat voor mijn neus. En het ziet er lekker uit. En wat is het allemaal? Nou, om te beginnen, 2 sipels gebakken en een rookworst in stukjes gesneden, erbij gebakken en ananas. Ik had een klein blikje ananas met stukjes en daardoorheen. Ja, natuurlijk kruiden, hè. En wat voor kruiden, ja, naar je eigen smaak doen, hè. Ja, en dan een potje witte bonen op tomatensaus. Dus dat wordt lekker smidden. Ja, dat wou ik jullie even laten zien. En ja, ik heb de camera gelegd. Ja, op van vandaag na. Ik moet even mijn telefoon nog legen, dat komt er ook nog bij. Dus ja, en dan kunnen we weer een vlog in elkaar gaan zetten. Hé, meisjes? Ja, nou? Ja. Dat we gaan nu lekker eten. Ik heb een bakje koffie erbij en ik heb er zomaar weer eens een wijntje erbij in plaats van water. Ja. Dat ik zit al een paar weken in, ik heb maar een water omdat ik geen zin had in drank. Maar ik heb nou maar weer een keer een wijntje erbij. Lekker. En dan gaan we lekker smullen. Dus ik zeg het, smakelijk eten, bon appétit, en het is al 7:45. Ja. Ken je dat? Maar ja, ik ben bezig geweest, hè. Dat wil wel. En we krijgen ook geen GTS-thee, want het is vrijdag. En dan hebben we geen GTS-thee, dus... We gaan lekker smullen, smikkelen. En ja, gewoon lekker. Tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ja, we gaan weer lekker naar bedje toe. Want het is weer de hoogste tijd, het is 2:42. Ja, ken je dat? Maar ja, ik zat eventjes lekker een film te kijken, die vond wel grappig aan één kant. Ja, dat, die wou ik gewoon even afkijken. Zo vaak kijk ik niet echt bewust televisie, omdat ik meer daar aan het werk ben. Ja, en dan keek ik even bewust televisie. En dat is allemaal klaar. Dus ja, we zeggen gewoon vanaf deze kant. Welterust, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. Morgen weer gezond op. En ja, lekker slapen. En jullie weten het. God die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.